Jongens, goedemorgen. We hebben weer een dikke kans erop zitten. Het is weer maandag. Ik weet het allemaal heel erg zwaar, maar we gaan vandaag wel een leuke, gezellige les maken. Want we hebben de vorige keer zijn we begonnen met ons tijdvak over de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben we heel kort behandeld wat alles nou ook weer inhield. En toen zijn we eigenlijk beland bij een stukje propaganda. Nou, wat is propaganda eigenlijk? We hebben het heel kort behandeld, maar ik denk dat die hele vakantie toch een beetje als een soort van safe heeft gewerkt. Dus bij deze, een vorm van communicatie waarbij de publieke opinie, dus waarschijnlijk de overheid of een bepaalde verzetsgroep in dit geval, beïnvloed wordt om aanhangers te vinden voor bepaalde opvattingen en standpunten. Als we heel snel weer teruggaan naar het begin waar het allemaal begonnen is, is natuurlijk uiteindelijk in 1933 is onze meneer Adolf Hitler een bepaalde partij begonnen en is uiteindelijk aan de macht gekomen. Dat heeft hij te danken aan meneer Joseph Goebbels. Hij heeft namelijk de propaganda geïntroduceerd. En hier was hij ook onwijs goed in. Zo is hij uiteindelijk dus aan de macht gekomen en heeft hij zijn standpunten door kunnen drukken naar het volk. Alleen, het pakte niet voor iedereen zo mooi uit. En dat weten we zelf ook wel, denk ik. Voor wie pakte de aanwezigheid van Hitler in dit geval in Duitsland, want hij had een bepaald standpunt, voor wie pakte dit op een verkeerde manier uit? Steek je hand op als je denkt. De Joden? Ja, voor de Joden. Ook hij maakte de Joden zwart via propaganda. Maar uiteindelijk, gedurende de Tweede Wereldoorlog, nam niet iedereen dat zomaar voor lief. Want ook mensen die maakten uiteindelijk een soort van spotprent over Hitler. Ik heb hem hier ook uitgepraat. Kent iemand deze propaganda? Zo ja, steek je hand op. Want waar gaat het over? Ik heb geen idee, maar dat als je het allemaal bij elkaar doet, dan krijg je, als je het bij elkaar vouwt, dan krijg je volgens mij Hitler te zien. Ja, heel goed. Ik heb hem ook voor jullie voorgevouwen. Dit is de propaganda. Zo ziet hij eruit. En als je uiteindelijk via de goede vrouwtjes vouwt, nu kan ik het heel makkelijk in twee keer vouwen, krijg je uiteindelijk meneer Adolf Hitler. En er staat bij, zoek het vijfde zwijn. Nou ja, wie is dan uiteindelijk het vijfde zwijn? Je ziet er vier en denkt, hè? Nou, dan zie je dat er vouwlijnen zijn. Nou, zo zijn uiteindelijk mensen geweest die meneer Adolf Hitler's hoofd hierop hebben gemaakt. En dus uiteindelijk zulke vouwen hebben. Wie weet wie dit zou verspreid zou kunnen hebben? Wie zou hiermee een mooie intentie gemaakt kunnen hebben om hem te bespotten? Want er waren mensen die tegen hem waren. Iemand enig idee? In de Joodse krant. Nou, er waren een bepaalde groepen in Nederland, dat noemen we de verzetsgroepen. Nou, en zij hebben uiteindelijk dus zo een manier gevonden om Hitler belachelijk te maken zonder dat eigenlijk de Duitsers het soms door hadden. En dit is een hele mooie hiervan. En Max gaat met jullie zo meteen verder, want jullie gaan een hele leuke opdracht doen. Dat gaan we zeker doen. Ik heb hier namelijk vier posters. En elke poster heeft een verschillend soort propaganda. Dus ik maak even groepjes, vier groepjes. Dus dan gaan jullie even met z'n tweeën deze doen. En jullie met z'n drieën doen deze. Oh. Jullie met z'n drieën doen deze. En met z'n drieën in deze posters. Bij drie posters, dat is namelijk degene met de raketten die jullie hebben. De poster van onze grote vriend Uncle Sam. En die poster, die gaan precies hetzelfde ding doen. Dat zijn een paar vragen beantwoorden. En dat zijn de vragen, dus pak even je laptop erbij of een pennetje voor de vragen. Dat is namelijk, wat zie je op de poster? Dus kijk goed naar de poster, zijn er speciale dingen op de poster dat je ziet? Of iets aparts? Wat voor soort poster is het? Wie zou die poster hebben gemaakt? Dus welke groep of welk land of zoiets? En voor welke groep of land is dat bedoeld, die poster? En wat voor doel heeft de poster? Wat wil de maker hiermee met de poster bereiken? Jullie geven nog even wat extra informatie, want hier kan je niet zoveel mee. De geallieerden die wilden in Nijmegen had Duitsland ingenomen. En de geallieerden wilden een soort transporttreinsysteem wilden ze bombarderen, zodat Duitsland zeg maar minder
wapens en zo konden verplaatsen heel snel van plek naar plek. Maar het probleem was dat het heel slecht weer was en er was een miscommunicatie gebeurd. En daardoor bombardeerden ze niet het transportsysteem, zeg maar een heleboel huizen. En daardoor zijn er 800 inwoners dood gegaan. En bij jullie is het eigenlijk zo, je kan ook dat de poster, zeg maar, die vraag beantwoorden die ik net heb gezegd. En ook de vraag wat hierop staat, wie van deze twee is de echte, de ware Nederlander? Je krijgt hier ongeveer 2,5 minuut, 2 minuten tijd voor. En ik wens jullie heel veel succes. Als je een vraag hebt, heb je niet bang, steek je vinger op. Wat zijn de vragen? Ja, zou je misschien even de vraag herhalen? Ja hoor, wat zie je op de poster? Ja, blond. Ja. Wie heeft de poster gemaakt? Ja. Wat is het doel van de poster? Ja. En voor wie is de poster bedoeld? En als laatste, wat voor soort poster was het? Oké, dank je. Nogmaals, vraag een steekje vinger op. Dit zou het kunnen zijn, en ik vraag waarom, en je zegt geen idee, daar heb ik niks aan natuurlijk. Dus probeer het goed te argumenteren. Wil je het vragen? Yes, we doen. Nou, we snappen het niet. Hij snapt het. Nou, kijk, bijvoorbeeld hier heb je het hakenkruis staan, en dan staat hier regio Amerika. Oké. We gaan straks bespreken, hoor. Dus, denk goed na, denk heel goed na. Wat zou het kunnen zijn? Ik weet het niet. Dat is in Nederland, volgens mij staat een Nederlandse vlag in, toch? Ja, maar dat staat hier ook op. Ah, goeiemorgen. Nee, ik weet niet. Hier zit ook een leeuwtje. Ja, ik snap niks van deze poging. Maar, nee, die kan wel. Als je niet weet, probeer iets in te vullen in ieder geval. Dit soort vragen wij ooit op een toets gehad. Nou, wat is het antwoord? Ja, weet ik veel. Weet ik toch niet meer. Wat staat er bovenaan? Wie van deze twee is de ware Nederlander? Wat voor soort poster is het? Mijn principe is niet heel erg. Ik denk dat de Nederlanders deze hebben gemaakt. Zo van de Nederlandse sterk. We hebben een niet. Het klinkt logisch, toch? Nou, wie van deze twee is de ware Nederlander? Laten we deze doen, want dat is. Als je die zegt, is het te hoog. Ja. Oké, want ze wilden juist een beetje basislief creëren, nationalisme of zo, denk ik. Nog niet. Nee. Alle vingers van het toetsenbord af, dan beginnen we met onze grote vriend ook al zijn. Dat was jullie groepje. Ja. Dus wat hebben jullie gevonden? Wat zie je op de poster? Zie je iets speciaals? Je ziet er wel een lijst zijn met alle chipjes die we hebben. En ik denk dat hij komt staan voor Amerika. Klopt, hij wordt, staat voor namelijk voor Amerika. Amerika deelt een soort, zeg maar, echt embodiment van Amerika nodig. En ja, de sterren op zijn hoed en al dat rood, wit en dat blauwe, dat is allemaal heel erg Amerikaans, met de Amerikaanse vlag natuurlijk. En hij wijst naar je toe, als de bedoeling van, zeg maar van de persoon die naar de poster kijkt, die weet dat het voor hem bedoeld is. En die wordt dan, zeg maar, dat bedoel ik dus. Wat voor soort poster is het? Wat voor soort poster? Het is een propaganda poster en aansprekende poster, maar ze willen dat jij iets gaat doen. Jij is precies een aansporingsposter, heel goed, heel goed. En voor wie zou het bedoeld zijn? Voor
Ja, precies, of gewoon normale Amerikaanse burgers die iets wilden gaan doen. Helemaal goed. En wat is het doel van de poster? Dat zei je eigenlijk al. Dat is precies helemaal goed. Oké, dan de volgende. Dat was jullie groepje. Ja. En wat zie je voor speciaals poster? De bal eigenlijk opgeschreven, Hitler zonder broek. Klopt, absoluut. Dat was zeer opvallend. Klopt, absoluut. En wie zou dat gemaakt hebben? Ja, we hadden... Een verzetsgroep of zoiets. Ja, verzetgroep, de geallieerden, die hebben dat allemaal samen bedacht. En ja, voor wie is het poster bedoeld? Eigenlijk voor de volgers van de geallieerden. Ja, de volgers van de geallieerden. Ja, precies. En natuurlijk de aanhangers van Hitler die doen de nazi's, omdat zij belachelijk te maken natuurlijk. En het doel van de poster, dat was wel een ding lastig. Dat is een soort achterliggende gedachte. Want kijk heel goed naar de poster. Ja, wat zie je onder of naast de voeten? Ja, wat zie je naast de voeten van Hitler? Tanken. Ja, is precies. Tanken op een heel klein soort van messy hoopje. En dat is dus de bedoeling. Het is gemaakt door de Amerikaanse industriële zeg maar bazen. En die wilden dat aan de industriële werkers zeg maar, laten zien om ze te motiveren van kom, we blijven die wapens maken. Zodat we zeg maar, op een gegeven moment met zoveel wapens, dus blijf die wapens maken, dan kunnen we dus Hitler of de vijand kunnen gaan verslaan. Wacht even, ze hebben zijn ook meer wapens voor hunzelf. Ja, voor hunzelf. Oh, dus dat ze dan meer wapens verslaan. Voor de duizend. Dat zou gek zijn. Ja, dat nee, laat maar. Dat is nog. Alright, next. Deze was best wel lastig. Wat hebben jullie, wat zie je op de poster? Volgens mij is het allemaal. Ja, precies. En door wie zou het gemaakt kunnen zijn? Ja, de NSB. Ja, klopt heel goed. Het staat wel in het Nederlands, maar dat heb je heel goed gezien. Het is wel door de NSB gemaakt. Want wat ik voor die informatie ook zei, Nijmegen was gebombardeerd door de geallieerden. En wat willen de Duitsers daarmee natuurlijk bereiken? Die willen natuurlijk de geallieerden belachelijk maken van, je hebt je eigen vrienden heb je dan gebombardeerd. Ja, alle verwarring en opstoken. Ja, dat is ook zo, want het is ook, ze willen zeg maar... De geallieerden had het goed bedoeld om dan dat transportsysteem te bombarderen om de Duitsers te vertragen. Maar doordat het zo slecht weer was en een miscommunicatie, hebben ze dus die stad half gebombardeerd en 800 doden zijn erdoor gevallen. En de Duitsers zijn er gelijk opgesprongen van oké, jongens, we gaan nu gelijk iedereen belachelijk maken. En dan maken we ze ook een beetje zwakker, zeg maar. Dus inderdaad, wat was het doel van deze poster? Opstoken denk ik, opstoken. Opstoken, absoluut. Alright. Deze was de allerlastigste van het stel. Ja. Wat zie je op de poster? Zie je dan iets speciaals? Ja, je ziet een soldaat met een Duitse helm en het hakenkruis. Alleen er staat dan wel Legio Nederland op. Ja, precies. Dus. Dat is heel vreemd. En de propagandaposter zet het een beetje neer als hier van deze twee is echt een Nederlander. Een soldaat heel groot op de voorgrond, met dan op de achtergrond een soort van iemand met een sigaret op die niet echt heel erg geïnteresseerd aan het kijken is. Dus de meeste mensen zouden denken, nou. Dit zou de echte Nederlander moeten zijn, ook met vader Legio Nederland, maar eigenlijk is het dan iemand die werkt bij de SS. En die is dus zeg maar een landverrader, want inderdaad, zoals jij zei, hier zie je dat met een hakenkruis. En dus door wie zou dit gemaakt kunnen zijn? Denk goed na. De Nederlander. Ja, precies, heel goed. Want het is wel en het kan ook in principe de geallieerd kunnen zijn. Om het een beetje duidelijk te maken van, kijk, je moet echt goed kijken. Want het kan net zo goed de vijand kunnen zijn die bij de SS werkt. En dat was zeg maar het doel van de poster. En, maar dat moet je dus ook heel goed kijken. Want dit is dus eigenlijk de echte Nederlander. Ook al kijkt hij niet geïnteresseerd zijn met zijn grijs pak en zo. Maar hier zie je de Nederlandse vlag. En dan dat hele kleine muntje. Dat is zeg maar zo'n koningin Wilhelmina munt van Vroeger. Alright, dat was de opdracht. Oké, om er nog even iets aan toe te voegen. We hebben natuurlijk nu de propagandaposter besproken. Maar er waren natuurlijk meer communicatiemiddelen tijdens de Tweede Wereldoorlog om de burgers te bereiken. Zowel uit Nederland als vanuit Duitsland. Kan iemand nog een communicatiemiddel, zoals we dit noemen als propaganda, opnoemen? Radio. Radio. Heel goed. En via radio zou uiteindelijk natuurlijk...
natuurlijk verboden, want er werd te veel informatie verspreid wat de vijand zwart maakte. En dat is waar propaganda vooral over diende. Je vertelde iets, zodat je zelf iets beter in je daglicht kwam en de tegenstander, of het nou een goede of een slechte was, iets meer in het zwarte daglicht. Of het nou helemaal waar was, of dat er een deel leugens tussen zat. Propaganda liet toch erg aan de fantasie van de burger slechts mensen over. En dat is waar propaganda vooral voor heeft gediend. We gaan even een kleine opfriscursus doen, zodat we voor het huiswerk van volgende week helemaal klaar kunnen zijn. Want we hebben het net de hele tijd over propaganda gehad. Maar ik ben benieuwd, zijn jullie zelf, in je eigen woorden, kunnen verwoorden wat propaganda eigenlijk is? Sorry. Dus wie wil het gewoon proberen, vinger opsteken en een poging wagen om te definiëren wat propaganda is? Propaganda is een vorm van communicatie waarbij de publieke opinie beïnvloed wordt. Opvattingen en standpunten binnen. Ik had hem inderdaad net stiekem alweer even terug gedaan, maar blijkbaar toch weer teruggekomen. Maar inderdaad, zijn jullie het niet mee eens? Zijn jullie het niet mee eens dat dit propaganda betekent? Dus dit is de betekenis van propaganda. Helemaal? Nee. Ik hoor daar een nee. En ik zie daar meteen een grijs op de vinger. Volgens mij wordt er ook censuur gebruikt, dat je niet alle dingen ziet. Even kijken, zit die nergens in een van de censuur? Nee, zit er bijvoorbeeld als het land zelf controle wil hebben over de nieuws en zo. Dat is een groot programma. Ja, maar zou je dat dan niet onder beïnvloeden van... Ja, dat is oké. Okay. Maar zou je dat niet onder beïnvloeden van opvattingen? Ja. Ben je het al nu wat meer eens met? Ja. Ik hoorde nog wel net van dat je het ook niet meer eens was. Ja, ik denk dat hij nog iets positiefs is. Positief. Te positief, zeg maar dat alleen maar is van ja, we gaan nu laten zien dat dit standpunt hiermee moet luisteren, maar ik denk dat het zwart maken wil. Ja, het is wel beïnvloeden. Hoe zou jij dat verwoorden dan? Dat weet ik niet, dat is wel jammer. Nee, dat weet ik niet, maar het moet iets negatiever. Iets negatiever. Iets negatiever. Okay. Ja, dat weet ik dus niet, dat is het probleem. Maar bij propaganda denk ik niet aan ja, wel een beïnvloeden, maar niet bepaald. Ja. Oké, okay, dat is op zich eigenlijk een interessant punt. Want tegenwoordig hebben we eigenlijk tegenwoordig een zekere propaganda. Ja. Ja. Reclames. Reclames, inderdaad, heel goed. Herinner u nog het begin van het jaar, dat toen er iets gebeurd was? Begin van het jaar is er iets gebeurd. In Frankrijk. Charlie. Oh ja, de aanslag op Charlie Hebdo. Inderdaad. Was dat dit jaar? Dat was januari dit jaar. Januari. Maar zouden jullie dat ook als propaganda? Wat daar, tenminste, kan iemand een mooie beschrijving geven wat er gebeurd is? Voor degene die het niet heeft, helemaal goed weten. Niemand? Nou, in januari is er in Parijs een aanslag gepleegd. Meerdere aanslag eigenlijk. Er zijn moslim-extremisten zijn bij een weekblad die spotprenten maakten over van alles en nog wat, onder andere de islam. En we zijn spotprenten gemaakt en daar is een aanslag op gepleegd en er zijn een aantal doden en heel Frankrijk was een rouw en ook de hele westerse wereld was een soort van rouw, omdat het een soort van aanslag was op onze vrijheid van meningsuiting. Deze is nog niet. Maar daarna, het huiswerk van volgende week, aangezien wij het net over propaganda gehad hebben, en we ook door hebben gehad van dat propaganda eigenlijk ook niet alleen toen gebeurde, maar ook vandaag, omdat je het ook ziet in bijvoorbeeld verkiezingscampagnes van mensen, of bijvoorbeeld in weekbladen zoals Charlie Hebdo. Zou ik graag willen weten van jullie wat jullie van propaganda vinden. Dus hierbij huiswerk, gewoon een kort verslag, een kort
verslagje in 200 woorden. Waarbij ik deze propaganda-poster uitleg. Dus ik voel en gedachten die ik bij jou oproep.